Lex Immers, welkom terug bij ADO Den Haag. Een langsgekoesterde wens voor je? Ja, absoluut. Zeker weten. Het is altijd mijn droom geweest om weer terug te komen bij ADO. En ja, wat ik zeg, je weet nooit hoe lang zoiets in je carrière duurt. Welke leeftijd dat is. Maar ja, het is voor mij eigenlijk net iets eerder dan dat ik zelf had verwacht. Maar ik ben er altijd blij mee. Ja, je zegt eerder dan verwacht. Wat is de reden precies dat je eerder weg bent gegaan bij Club Brugge? Nou ja, dat stond in de pers natuurlijk familiaire redenen. En een hoop mensen vatten dat natuurlijk vrij ernstig op. Maar dat was eigenlijk gewoon dat ik was 6 dagen in de week was ik in Brugge. En ik was 1 dag in de week was ik thuis. En op een gegeven moment ging me dat opbreken. En dat vond ik niet leuk. En mijn kinderen en mijn vrouw waren gewoon hier. Kinderen zitten gewoon hier op school. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrouw van ik wil dit niet meer. Ik wil terug naar huis toe. En dat had overigens niks met Club Brugge zelf te maken. Want ik had het fantastisch naar mijn zin daar. Mensen, supporters, staf, directie, spelers. Ik had het fantastisch naar mijn zin daar. Maar op een gegeven moment gaat dat toch opbreken. En dan wil je graag terug naar huis. Ja, je zegt terug naar huis. Dat is een ADO Den Haag geworden. Waren er ook andere opties in Nederland? Ja, absoluut, tuurlijk. Kijk, opties moet je altijd natuurlijk open houden. En je moet met iedereen praten. En je moet met iedereen uiteindelijk ook weer door één deur kunnen. En uiteindelijk heb ik van een aantal clubs afscheid genomen. Heb ik gezegd dat het hem niet werd. En het is uiteindelijk ADO geworden. Maar het had net zo goed zo kunnen zijn dat ADO zich niet zou melden. En dat er op dat moment misschien mensen bij de club zitten die denken van voor ons hoeft dat niet. En gelukkig is dat niet zo het geval geweest. En gelukkig was ADO op een gegeven moment weliswaar op het laatste moment. Maar ADO is wel gekomen. En daar hoefde ik niet lang na te denken. En heb ik daarvoor getekend. Je stapt nu in de club terwijl de selectie nog vrij smal is. Hoop je dat jouw komst een boost gaat geven aan eventuele nieuwe aankopen? Ja, zeker ook dat. Binnen de groep hoop ik dat het een boost geeft aan de jonge jongens. En ook die andere jongens natuurlijk die ook wel enige ervaring hebben. En ook aan nieuwe spelers die misschien hierheen moeten gaan komen. Ja, die bedenken toch misschien ook bij zichzelf van immers terug naar ADO toe. Dat geeft toch weer mogelijkheid voor andere spelers. Die denken ook misschien van toch interessant om toch voor ADO weer te gaan spelen. En dat hoop ik wel. En weer mooie momenten beleven zoals je in de vorige periode hier hebt gedaan. Hè? Want er waren nog wel een paar hoogtepunten toen. Hè? Ja, absoluut. Ik ben net al een beetje door het stadion heen gelopen. En dan zie je wat oude foto's van de periode dat je hier speelt. Promotie, eredivisie. Het behalen van Europees voetbalwedstrijd tegen Groningen. Het jaar daarna daadwerkelijk Europees voetbal spelen. En dat waren fantastische momenten. En ik hoop dat ik dat nog een keer mee mag maken hier. Ja.